park wandelen. Het is echt zo prachtig daar. En meestal gaan we daar ook even lunchen, even lekker picknicken of bij zo'n picknicktafel. En ja, gewoon echt een heel fijne start van de dag. Ik ga er ook meestal best wel vroeg heen. En dan ben ik zo rond 2-3 uur weer thuis. En dan eet ik gewoon met Tessie. By the way, ik had vroeger echt nooit verwacht dat ooit in mijn leven de natuur mij zoveel rust zou geven. Vooral op dit soort momenten in mijn leven. Maar ja, ik had er gisteren ook al over nagedacht van... Weet je, je hebt mensen die heel erg van strand houden, rustig worden van het strand en daar ook gaan wonen. En je hebt mensen die van het bos houden en daar vaak naartoe gaan. Maar je hebt ook mensen die echt van de stad houden en daar gewoon echt helemaal chill van worden. Maar ik heb er dus echt over nagedacht en ik dacht bij mezelf, waar hou ik eigenlijk van? Nou, ik woon al best wel lang in de stad en dat was echt een droom van mij vroeger van... Ja, ik kom uit een dorp en ik wil heel graag naar de stad toe, maar dat is echt totaal verdwenen gewoon. Maar ja, wij gaan binnenkort ook uit de stad. Maar waar ik heel erg rustig van word is nu het bos. Ik hou heel erg van het bos. En ik zat ook alweer laatst te kijken van, moeten wij niet misschien weer zo'n boshuisje weer gaan huren of zo? Vooral in deze coronatijden, ja, wat moet je doen? We zijn toch heel de met z'n tweeën kruisig of zo midden in het bos gewoon een huisje gaan huren. Dus daar ga ik straks ook even naar kijken. Maar het lijkt me wel echt leuk, zo echt in een Veluwe of zo. Aangekomen. Het is hier niet per se de mooiste plek, maar hier heb je wel heel handig een picknicktafeltje. Dus dan kunnen we hier even lekker lunchen. En daarna gaan we gewoon lekker het bos in. Wij zijn naar Albert Heijn geweest om even lunch te halen voor onszelf. En we hebben een mozzarella salade, een Caesar salade. We hebben van die kip saté spiesjes gehaald en garnalenwater. Dit meegenomen van het huis. En walnoten. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en wij zijn nu bij de Turk. Wat? Oh, dat mag niet aanraken. Wij zijn nu bij de Turk even boodschappen doen met z'n tweeën. We hebben echt heel veel vlees ingekocht. Ja, kom op. En allemaal lekkere dingetjes, want morgen is het paas en dan gaan we paasbrunch. Heb je nog topbosjes gehaald? Ja. En dan gaan we een mooie paasbrunch maken en zo dachten we, dan gaan we even van die ontbijtdingetjes halen. En we moesten nog rijst hebben en ik wil heel graag zonnepitten halen zonder zout. Oh, ga ik toch niet halen. Dus dat is een beetje de planning nu. Kijk guys, dit is mijn lievelingsthee. Dit is echt de beste thee ever. Ik ben klaar met boodschappen doen. En kijk één keer wat Nessie heeft gehad van zichzelf. Laat eens zien. Knoppers, maar dan oh, de reep. Deze is zo lekker. Neem een hap. Je doet trouwens wel heel normaal, maar mijn haar is wel heel kort opeens hè, in jouw vlog. Ja, is mijn haar geknipt. Eindelijk. Echt, hoeven nu zijn nieuwe kapsel. Veel mijn mooier, toch? Mijn vrouw en mijn moeder zijn heel blij. Eet voor me. Lekker, hè? Nou, heb jij geen poep aan je schoen? Nee, misschien echo. Oh. Dan ga je weer zo'n stom muziekje doen. We hadden echt een boodschappenkar nodig om dit allemaal naar binnen te brengen. Laat jullie even zien wat mijn favorieten zijn. We hebben echt zoveel gekocht. Kijk jongens, ik heb eindelijk zo'n theekan gekocht. Die geschikt is voor elektrisch koken, zeg maar. Want die andere heb ik gewoon helemaal verbrand omdat die niet geschikt was. Dus kan ik eindelijk mijn lekkere thee maken. En dan heb ik natuurlijk van die theekoppen erbij nodig. Van die kleintjes. En dan van die onderzetters. En dan natuurlijk mijn lievelingsthee. Cardamom tea van Ahmed tea. Oh, hij ruikt zo lekker. Dat is echt mijn lievelingsthee. En ik heb hier zonnepitten zonder zout. Beleg. Kip met olijven en bieber. Ik heb lekkere Turkse kaas met die sliertjes. Echt onze favoriet. Ik heb hier simit en is bedoeld voor morgen. Van die mini knakworstjes. Sucuk. Zonnepitten met die taco spices. Die zijn ook echt zo lekker. Kapot veel olijven. Lekker hè? En hij wou heel graag van tevoren even nog een broodje eten. Dus ik ga even een broodje simit maken voor hem met lekkere kaas en sujuk. En dan doe ik het even heel kort in het tosti-apparaat. Ik heb hem eerst door midden gesneden. Dan doe ik zo
Deze kaas erop, oh, deze is zo lekker. En dan sujuk erop. En dit is mijn ontbijt. Zo, ik heb inmiddels gedoucht. We hebben heerlijk gegeten. Nessim is nu weer lekker naar kantoor toe. Ik ga er zo ook al in, maar ik moet even nog eerst mijn haar drogen. Ik heb vandaag echt het huis zo goed schoongemaakt. En een badkamer echt grondig schoongemaakt. Ik heb echt lopen schrobben en alles. Dus ik ben echt gewoon helemaal gesloopt. Zo, ik heb even heel snel mijn haren gedaan. Ik heb heel warm gekregen van. Ik ga even snel wat anders aantrekken en dan ga ik richting het kantoor. En ik vandaag ook niet meer gaan vloggen. Dus ik zie jullie morgen op zondag bij de paasbrunch. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Ik ben vroeg opgestaan zoals je kan horen. Je hoort het gelijk in mijn stem. En ik ga even een paasontbijtje voor ons maken. Ik kijk er denk ik echt al 2 dagen naar uit. Ik heb trouwens mijn nieuwe pyjama aan van H&M. Hij is echt zo chill. Goedemorgen, Dinari. Goedemorgen. Goedemorgen, Nini. Goedemorgen. Kijk, Nessim heeft lekker smoothies voor ons gemaakt. Ik heb gevraagd om een avocado smoothie. Okay. Ziet er heerlijk uit. Dankjewel, schat. De kijkers laat helemaal nergens op. Doe maar niet. Nou. Oh, yes, yes. Dat is nog vies. Jongens, na alle foto's gaan we eindelijk beginnen. En ons ontbijt is nog uitgebreid nu. Met lekkere eitjes, sujuk. Turkse thee. Eet smakelijk, schat. Wij zijn net klaar met eten. Was lekker, toch, Nes? We hebben echt wel genoten, toch? Heerlijk. Ik ben nu lekker een theetje aan het drinken. Maar ik wil jullie even wat laten zien. Een tijdje geleden had ik jullie toch laten zien dat ik een nieuwe set binnen had voor mijn nagels. Om mijn nagels te kunnen doen. Dus zo'n lampje en zo'n elektrische vel en zo. Maar ik had ook verteld dat ik ook een setje had besteld op Wish. Maar dat ik niet erop ging wachten omdat het pas 2 maanden later zou aankomen. Maar ik heb hem dus gisteren binnengekregen en ik wil jullie iets laten zien. Echt zo raar. Dus ik heb hier de lamp die ik heb besteld op een Nederlandse webshop. En die ziet er zo uit. Dit heb ik besteld voor €32. Let op, hij ziet er zo uit. En ik heb dus ook een lamp besteld op Wish. En die heeft me €10 gekost. En helemaal in verpakking nog. Ja, dat is gewoon precies dezelfde lamp. Dus als jullie twijfelen aan de kwaliteit van Wish. Nederlandse webshops verkopen allemaal dezelfde dingen daarop. En kopen ze waarschijnlijk in. Heel erg logisch je natuurlijk alles ook. Maar in China gemaakt. Hè? Maar nu zien jullie dat dus heel goed. Ik heb gewoon 2 dezelfde dingen gekocht. Eentje van €30 en eentje van €10. Yay! Ik denk dat ik eentje mijn vriendin ga geven of zo. Of ik moet een salon openen. Kan ook. Jongens, wie speelt er nog meer met eieren? Ik mag eerst slaan en daarna mag jij slaan op mijn eieren. Oké, ik eerst. Fucking hell! Nee, jij mag mij nu slaan. Ik ga jou slaan. Fuck.
Klaar voor? Ja. Niet zo, jij houdt het helemaal anders dan. Ja, maar dat mag. Hou normaal vast. Hou normaal vast. Wat is dit? Ah, shit. Yes! Nu jij. Nee, dat is toch normaal? Volgende ei. Nee, helemaal niet. Fuck! Hou die vast, dan ga ik naar de volgende. En nu mag jij meeslijmen. Wie er nu overblijft heeft gewonnen. Maar welke... Yes! Ik heb me even omgekleed en ik heb mijn nieuwe trui aan van Levi's. Kom eens hier, Nes. We are twinning today. Twinning is winning, but not beginning. Twinning. Yes, bitch. Deze trui hadden we gehaald in Bali en was van de mannenafdeling. Dus ik heb gewoon een mannentrui aan, maar ik vind het echt heel erg chill. Ik wil ook op vakantie, ik kan echt niet meer. Iedereen houdt van de hoek. Iedereen houdt van geld. Maar geld maakt niet gelukkig. Maar mijn vriend zegt van wel.